Jullie denken nu maar, deze beest ziet er toch gewoon heel normaal uit. Ik zie hier nergens een knop of zo. Waar is die geheime ingang dan? Ah wel, achter het vuur zit een hendel. En als ik die hendel indruk, gaat er een blok weg. En daardoor, ja, komt er deze ladder tevoorschijn en zo kan ik naar beneden. En als je het dan dicht wil doen, moet je gewoon nog een keer op de hendel drukken en dan is het gewoon dicht. Als je dit zelf wil maken, heb je nodig een netherrack, een flint en steel, een sticky piston, een aantal redstone, een aantal blokken en gewoon een lever. Als eerste gaan we gewoon de kachel maken en we beginnen gewoon met één netherrack te plaatsen. Daarachter dan één blok. Ik zou aanraden dat alle blokken gewoon hetzelfde blok zijn, want dan valt het minder op. Dan bouw je gewoon dezelfde formatie als ik nu doe. Als je dat gedaan hebt, plaats je twee blokken en tegen het bovenste blok plaats je dan nog een blok. En dan kunnen we dat blok gewoon gaan verwijderen. En dan plaatsen we gewoon de resterende blokken, zodat je alleen nog maar van het blok ziet dat je gekozen hebt. Dan zetten we daaronder de lever en dan zetten we het in brand om te kijken of het niet te veel opvalt. Zie je, op deze manier valt het gewoon niet zoveel op, dus dat is best wel nice. Dan gaan we nu gewoon beginnen met de redstone. We moeten eerst dat blok eventjes slopen en dan verbinden we gewoon aan de lever redstone. Je kan het redstone signaal zo lang maken als je maar wil. En als je gaat voor een redelijk lang redstone signaal, dan is het wel handig om repeaters te hebben, omdat repeaters die versterken gewoon je redstone signaal. Als uw redstone signaal is tot waar je het wil hebben, dan gaan we drie blokken uitgraven. Dan moeten we, je moet niet je piston zo gaan zetten, want dat gaat niet werken. Maar je moet aan deze kant gaan staan om je piston te plaatsen. En dan daar weer het blok dan matcht met je vloer. Ik heb hier nu iets gemaakt wat op een soort van muur moet lijken. Nou oké, als ik dan nu op de hendel druk, dan ga je zien dat dat gewoon open gaat. Dan kan je hier gewoon naar beneden graven. En dat dan, daar dan ladders plaatsen of een water elevator maken, wat je maar wil. Oké, mensen, dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. En misschien vind je een van de video's in de screen ook wel interessant. Daag!